In 1648 kreeg César van Evedingen, 31 of 32 jaar oud, de meest prestigieuze opdracht uit zijn carrière. Hij mocht een grote bijdrage leveren aan de decoratie van de Oranjezaal in Paleishuis ten Bosch te Den Haag, een van de indrukwekkendste en best bewaarde schilderijenensembles van de Gouden Eeuw. Huis ten Bosch werd gebouwd als buitenverblijf voor Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik. Toen hij in 1647 overleed, besloot zij de centrale hal in dit nieuwe paleis te wijden aan het leven en de goede eigenschappen van haar man. Samen met architect schilder Jacob van Kampen ontwierp ze een beeldprogramma. De zaal is van onder tot boven bedekt met schilderingen, vervaardigd door twaalf schilders uit de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, die in zeer verschillende stijlen werkten. Onder hen waren een aantal haarlemmers. Om beter met hen te kunnen samenwerken, verhuisde César in 1648 vanuit Alkmaar naar Haarlem. Hier kwam dankzij deze groep schilders het Hollands-klassicisme tot grote bloei. Een stroming die aansluiting zocht bij de kunst van de klassieke oudheid en de Italiaanse Renaissance, en die herkenbaar is aan het gebruik van heldere kleuren en een gladde schilderstijl. César maakte vijf schilderingen voor de Oranjezaal. Twee voorstellingen op doek voor de wanden. De geboorte van Frederik Hendrik en Vier Muzen en Pegasus. Op het plafond een allegorie op het huwelijk en Poetie met manden. In de koepel decoreerde hij twee gewelfvakken. Het schilderij van de geboorte van Frederik Hendrik lijkt een etalage voor Caesars grootste kwaliteit. Zijn vaardigheid in het weergeven van verschillende stoffen. Het fijne kant. Aan de kleding van de baby Frederik Hendrik, het harde metaal van de wapenrusting van oorlogsgod Mars, het doorschijnende hemd van de godin van de wijsheid Minerva, ze lijken tastbaar dankzij Caesar's fijne penseelvoering en zijn subtiele weergave van lichtreflecties en schaduwen. Naast de geboorte hangt vier muzen en Pegasus. Dat vormt een soort tweeluik met vijf muzen op de Parnassus van Jan Lievens aan de andere kant van de geboorte. De twee composities sluiten op elkaar aan, maar vormen toch een merkwaardige combinatie. Van Everdingen was een nette schilder, die zijn voorstellingen zorgvuldig voorbereide en uitwerkte in bijna onzichtbare penseelstreken. Liefens werkte intuïtief en met zichtbare verftoetsen. Zijn schilderijen ogen wat ruw. Amalia confronteerde in deze schilderijen bewust de nette met de ruwe schildertrand. 17e-eeuwse kunstliefhebbers waren namelijk zeer geïnteresseerd in de verschillen tussen deze stijlen. Caesar signeerde zijn schilderijen meestal met zijn initialen CVE. In De Geboorte breidde hij dat monogram uit tot zijn volledige naam door hem met een iets donkere verf Verdingen achter te zetten. Amalia bracht in de Oranjezaal naar eigen zeggen de beste schilders van het land bijeen. Door zijn naam op zijn doek te vermelden, maakte César van Evedingen aan iedereen duidelijk dat hij daarbij hoorde.